President Santokki riep op 12 juli 2024 tijdens een coalitiebijeenkomst op om de aanname van essentiële wetten ondanks de komende verkiezingscampagnes prioriteit te geven. Deze wetten zijn belangrijk voor het IMF en Caribbean Financial Action Task Force en moeten voor 31 december 2024 worden goedgekeurd. De coalitie moet ook over het nieuwe kiesstelsel duidelijk communiceren met de bevolking. Santokki benadrukte behaalde successen zoals financiële stabilisatie en economische groei en riep op om in de resterende 10 maanden de focus te behouden. De Franse ambassade in Suriname herdacht op 13 juli 2024 de bestorming van de Bastille. President Santokki en ambassadeur Nicolas de Lacoste bespraken handel, cultuur, milieubehoud en grensbescherming. De conferentieruimte van de Alliance Française wordt hernoemd naar Letitia Friese. Het evenement benadrukte de sterke diplomatieke banden en toekomstige samenwerking tussen Frankrijk en Suriname. De NV Energiebedrijven Suriname voert van 15 juli tot 14 augustus 2024 werkzaamheden uit aan het Electric Power Project. Hierdoor is de Sophia's Lustweg vanaf de derde rijweg afgesloten voor alle verkeer. Verkeer vanuit het westen moet via de Maisuriweg en Quattaweg naar het stadscentrum rijden. Voor verkeer naar het zuiden worden vierde rijweg en Commissaris Wijtingweg aanbevolen. Bestemmingsverkeer kan dicht bij de werkplek komen, afhankelijk van de werkzaamheden. De aanwijzingen van de politie en verkeersborden moeten worden opgevolgd en het publiek wordt geadviseerd zijn reis eerder te plannen vanwege verwachte verkeersdrukte.